En de directie van het regionaal ziekenhuis Wanica betreurt het dat er een video en valse berichten worden verspreid met betrekking tot een voorval in de COVID-19 isolatietent van het ziekenhuis. Op social media gaan er video's rond van een mevrouw die in deze tent was ondergebracht. Deze patiënt had volgens de directie van het ziekenhuis pijnen waar ze al langer mee bekend is als onderliggende aandoening. Tijdens een pijnaanval zou de video opgenomen zijn, zegt de directie van het ziekenhuis. De patiënt is niet lang daarna overgeplaatst naar het beddenhuis. Deze mevrouw behoort dus niet tot een van de doden. De directie vindt het betreuringswaardig dat kwaadwilligen paniek proberen te zaaien zonder rekening te houden met de familie, vrienden en kennissen van deze patiënt. RZV verklaart dat de desbetreffende COVID-patiënt net als alle andere patiënten de nodige zorg krijgt. De directie van het ziekenhuis vindt het ook erg dat de verpleegkundigen die zich dag en nacht inzetten om het gevecht tegen COVID-19 aan te gaan, in een kwaad daglicht worden geplaatst en dat het ziekenhuis hierdoor een slechte naam krijgt.